the kingdom Yennefer. In de geschiedenis van Yennefer is koning Samal nog maar ongeveer 10 jaar koning van het huidige Myrdia. In de tijd dat hij vertrok naar Medisti was Myrdia in één grote chaos overgebleven. Zo waren er nog maar een aantal kleine dorpen die berucht werden door rovers en krijgsheren. Hier begint mijn verhaal. In het plaatsje Ravana was de civilisatie nog in ere. Zo was er handel met omstreek en kwamen de rovers er niet graag in de buurt. Maar alles veranderde toen de groep inboorlingen, ook wel bekend als Kanta Tribo, zich besloot om Ravana compleet uit te gaan moorden. De inboorlingen zetten een groot deel van de stad in de hands en stuiterden op een jong gezinnetje. Binnengestormd werd de vrouw in een hoek gesmeten. De man moest toekijken hoe de andere mannen haar vastgrepen en vieze gebaren maakten. Op dat moment stond een jonger fan naar binnen en greep de inboorlingen en maakte ze stuk voor stuk af. De vrouw, die bang was in de hoek, barstte in tranen uit. De jongen had het gezin gered. Zo vroeg de man naar de naam van de jongen, waarop hij reageerde. Leon. En zo vertrok hij. Een aantal maanden later kreeg het jonge gezin een zoon. De naam die de jongen zou krijgen was voor hun natuurlijk geen vraag. Hun redder, Leon. Zo zou zijn naam zijn. En zo was er op vroege leeftijd Leon, een knecht van de architecten in Ravana. Zo viel hij ook al snel op onder het koninklijk regime dat zich vestigde in het nabijgelegen dorpje. Nieuw Falmar werd dit dorp ook wel genoemd, dat zich al snel uitgroeide tot een van de grootste steden in heel Myrdia. Raadgever Dennis nam Leon al aan om de vergaderzaal te ontwerpen. Dit was het succes van Leon. Maar door verduistering van geld werd de architect veroordeeld tot de dood en moest Leon dienen in het leger van de nieuwe koning. Als soldaat hoorde hij vaak de naam Verdomde Leon. Maar was dit de jongen die zijn ouders gered zou hebben? De persoon aan wie hij zijn naam te danken had? Een aantal weken later begonnen de troepen van Vistara zich terug te trekken naar hun provincie. De unit van Leon was aan het uitrusten in een lokaal café dicht in de buurt. Een koninklijke wachter kwam binnenstormen en riep alle troepen mee te komen met hem. Ze hadden de locatie om de verdomde Leon voor eens en voor altijd uit te schakelen. Zo vertrok het leger richting de desbetreffende locatie waar de koning in gevecht met Leon en Raftagar was. En uiteindelijk stierf Leon. Wat is dit voor boek? Samal, je hebt me eindelijk verslagen. Je hebt Myrdia verdiend. Het is van jou. Maar je weet nog niet alles van Empire. Die antwoorden liggen in Riverside. Nee. Zo Leon, koning Samal heeft je opgeroepen. Yes. Ik heb al een tijdje niks meer van hem vernomen. Van die tussen jou en mij. Of ja, tussen jou en hem, pardon. Ja, dat was best vrij vreemd, want hij was al een hele lange tijd niet meer aanwezig. De laatste keer dat ik ook met hem gesproken heb, was om een verslag te doen van mijn rapport uit Kanta Tribo. Maar ja, goed, ik zat er dus een half jaar vast om Raftagar op te zoeken en meer over hem te weten te komen. Maar ja, ik ben er nou wel klaar mee eigenlijk. Met Kanta? Hoezo dat? Dat was helemaal niet zo slecht. Je hebt uiteindelijk zelfs promotie gekregen, man. Je bent luitenant geworden en je bent tweede aanvoerder van het leger. Poeh! Nou, Zouden sommige mensen een moord voor doen, letterlijk. Maar om eerlijk te zijn, ik ben er gewoon klaar mee. Klaar met Kanta, klaar met Khaleesi, klaar met al die landen. Ik wil gewoon, zoals vroeger, gewoon weer lekker architect kunnen worden. Gewoon weer kunnen bouwen voor de staat, voor koning Samal. Ik wil gewoon het weer hebben zoals in de dagen van rust en vrede. Er is nu alleen nog maar oorlog, generaal. Ja, maar heel eerlijk, Leon, oorlog is wel een van de leukste dingen die er is. Elke keer als ik het bloed aan mijn zwaard proef, dan krijg ik wel weer zo'n kick, weet je wel? Net zoals bij die Empire-gevangenis. Oh, dat was genieten.
herinner me maar niet meer aan, alsjeblieft. Weet je nog dat ik naar beneden viel? Omdat ik een pijl in mijn rug kreeg van een van onze soldaten? Ja, maar dat was ook een beetje jouw eigen domme schuld. Dan moet je je maar beter positioneren. Ja, ik was gewoon op jacht naar die Entropianen. En ja, als ik dan een pijl in mijn rug krijg, ja, dan kan ik niet mijn functie verheffen. En dat moet u ook begrijpen, generaal. Ja. Oké. Er zijn de grote muren al van de stad. Ik ben blij dat de Black Gate nog een beetje dichtbij ligt, om eerlijk te zijn. Ja, dat is prima. Ik kan ook regelmatig hier naartoe gaan om wat eten op te halen met een kar. Met een paar manschappen, dan halen we hier gewoon bij de... wist dat trouwens hier een oude wijngaard staat? Ja, die zie je. Ja, deze dus hebben ze 10 jaar geleden heeft een oude man dit geopend, alleen nu gebeurt er niet zoveel meer. Weet niet wat er met de kerels gebeurt. Ja, ik zie nog wel een paar dode struiken, maar... Ja, ja het was eerst helemaal groen, alleen ze hebben een beetje het water weggehaald, dus... Ja, dan droogt het uit, hè? Ja, daarom, de zonde. Was goede wijn. Ja, oh. Nou, de poort is dicht. Dan moeten we maar via een andere ingang. Deze poort is alleen maar open op een bepaalde tijdstippen. Als ze bijvoorbeeld een keer de legers de stad in moeten, of een grote kar eruit moet, dan gaat deze poort open. Ja, nou, goed. Hoe staat het eigenlijk met de vloot die we hier hebben liggen? De vloot, volgens mij hier prima. Alleen de haven is nog steeds in de aanbouw. Alleen niemand, de architecten, die zijn vertrokken naar, waar is het ook alweer? Ergens in Vistara, nee, niet Vistara, een soort sneeuwgebied, ik weet niet hoe het heet. Forest End, als het goed is. Ja, hoe ken je die naam? Wat? Ja, ik heb berichten gehoord, hè. Als tweede aanvoerder van het leger, ja, dan weet je het wel. Ja, ik was die naam even kwijt, maar inderdaad, Forest End, dat gebied, ja. Die zijn daar dan vertrokken en ze hebben de haven eigenlijk een beetje gelaten voor wat het was. Dus ja, zonde. Ja, hetzelfde probleem vindt zich plaats in Vistara. Maar goed, zijn we er eigenlijk? Ja, dit is, we zijn in Oud-Valmar. Maar Leon, ik wens je heel veel succes. Ik laat het even weten als jij weer een legioen klaar hebt. Om naar Kali te sturen. Ja, dat... Ik ga hier even in de barak even kijken bij de getrainde mannen. Dus gegroet. Ja, komt in orde, generaal. Gegroet. Koning Smal. Een taak. Ik ben best wel zenuwachtig om eerlijk te zijn. De laatste keer dat hij me aansprak... Oh, gegroet, koningsman. Spion, Leon. Goed u weer te zien, koning. Ah, dat heeft nogal even mogen duren, of niet? Ja, excuses. Ja. Ja? Wat? Excuses? Excuses? Je laat je koning wachten. Dat doe je niet. Ja, we moesten nog veel doen in de Black Gate. Generaal Meindert had verschillende klusjes, maar... Generaal Meindert. Ik heb er helemaal niks mee te maken. De volgende keer ben je op tijd. Uiteraard, koning. Luister. Ik heb iets ontzettend belangrijks. En dat is? Ik hoop dat ik jou heb opgeroepen. En dat ik daar geen spijt van krijg, zeg maar. Je kunt luister, ik heb een belangrijke taak voor jou. En ik hou jou al een beetje in de gaten sinds jouw transformatie met dat armpje van je. Verschrikkelijk ding. Ik weet niet wat je daar allemaal nog mee doet tegenwoordig, maar... Wilt u wel weten, hè? Wilt u wel weten. Vieserik. Luister... Ik heb het in de gaten gehouden en ik hoop dat ik de juiste beslissing heb gemaakt om jou deze taak te geven. Maar ik heb iemand tegengekomen in Cantatribo. En dit is een persoon die jij moet gaan helpen. Jenefaan? Het is geen... Nee, het is geen Jenefaan. Het is iemand van Cantatribo daadwerkelijk. Een inboorling bedoelt u? Precies. Die zijn niet te vertrouwen. Dat bepaal ik wel. Luister, deze gast... is wel te vertrouwen. Hij heeft zijn kind achtergelaten voor Jenava. Zijn kind wou niet mee. Zijn kind heeft hem eigenlijk gewoon verraden. En hij heeft toch de beslissing gemaakt door met Jenava mee te gaan. Dit is iemand die je kunt vertrouwen, want zijn eigen kind achterlaten, dat is een hele opoffering. Daarnaast heeft hij me ook nog eens een keer geholpen met energie van Raftegar kapot maken. Je kan mij erop van uitgaan dat je deze gast kan vertrouwen. En jij moet hem opleiden. Hij is waarschijnlijk ook emotioneel een beetje instabiel natuurlijk met zijn kind en zo. Maar als jij hem kan opleiden en hem een echte Jenefaan kan maken, dan kan ik achter heel veel informatie komen van Raftegar en de Cantatribo. En waar is die inboorling? Kom maar even! Demi, kom maar! Ja, koning Smal, kom eraan. Momentje. Dit is hem. Waar begin ik aan? Ja. Goed. Met wie mag ik hier een gesprek voeren? Ja, stel ik ben Leon. Voor. Maar ja, ik mag jouw soort niet.
Jak. Is gelijks, maar wie is dit, Smal? Wie is dit? Luister, dit is spion Leon. Hij wil zich bewijzen om hoger op te komen in de Kingdom Yennava. Daarom zal hij jou moeten opleiden. Zo simpel is het. En dat wil hij niet. Maar zo simpel is het wel. Oké. Jij hebt ten eerste... Heb jij niks te willen hier? Nee, ik zal uw orders opvolgen, koning. U kunt dat mij moet je ook zeker doen. En dat ga je goed doen. Want mensen van de Koninklijke Wacht gaan jou in de gaten houden of je het goed doet of niet. En jij hoeft het me alleen maar te melden als die jou als een zak behandelt, ja? Ja, koning Smal. Dat zal ik zeker doen. Ja. Maar beloof dat jij, als ik erom vraag, informatie geef van Kanta Tribo. Natuurlijk, ja. Dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik altijd blijven doen. Mooi. Hoe doen we dat met hem? Want niemand gaat hem accepteren op deze manier. Hij moet een transformatie ondergaan. Maar ja, daar is hij nog te zwak voor. Of niet? Daar moet je hem opleiden. Ja. Nou, doen we dat maar. Ik zal hem meenemen naar de Black Gate. Daar zal ik hem opleiden tot een van onze soldaten. Als ze hem accepteren dan in ieder geval. Maar goed. Ik hoop dat je blij bent met deze taak. Blij is het anders, koning. Ja. Op naar de Black Gate met jou. Hup! Tot de volgende keer. Gegroet, koning. Gegroet! Hup, ja, loop jij vooruit. Ja, waar naartoe? Ik weet weg hier toch niet? De Black Gate. Volg mij maar. Leon of hoe je ook heet. Ik wil niet brutaal zijn, maar waar gaan we naartoe? Houd je mond dicht, inboorling. Ik heb de laatste jaren geprobeerd zoveel mogelijk te weten te komen over Kanta Tribo, jouw zogenaamde landje. En waarschijnlijk heb jij alles in één dag zomaar aan koning Smal kunnen vertellen. Of niet soms? Ja, ik heb hem gewoon zoveel mogelijk willen vertellen. Alles wat Kanta Tribo heeft en wat er aan de gang is. Want ja, het ergste komt er nog aan. Raftagar is nu op zijn sterkst. Ik had ook niks anders verwacht om eerlijk te zijn. Maar goed, nu we hier toch zijn, hè? Laat maar zien wat jij allemaal kan. Kom maar op met je zwaard. We gaan een potje vechten. Lijkt je dat wel zo'n goed plan? Dat lijkt mij een heel goed plan. Laten we ervoor gaan. Kom maar op. Hè? Hè? Zo. Oké, kijk eens. Hè, dat doet pijn, hè? Dat dacht ik al. Ah, shit. Ah, pas op. Ah. Nog steeds? Kom maar op. Nee, wacht. Ik heb je onderschat. Je bent sterker dan je lijkt. Ja, tuurlijk. Ik ben jarenlang krijger geweest. Wat denk je dat ik in die tentjes bij Kanta Tribo met mijn neus op zit te vreten of zo? Nou, eigenlijk wel. Je lijkt gewoon op zo'n standaard jagertje die daar woont, hè? Hey, luister. Ik heb koning Smal helemaal vanuit Kanta Tribo hier naartoe gekregen. Denk je dat het zonder slag of stoot ging? Nee, natuurlijk niet. Oké, je hebt je respect verdiend. Met mij kan je mee. Ik kan me vertrouwen. Oké. Erewoord. Daar ga ik maar vanuit dan. Ja, we moeten snel naar generaal Meinert, want er is geen tijd te verliezen. En springen, mannen, kom op! Ik wil jullie zien springen, die voetjes van de vloer. Ja, en niet op die leuke manier. Kom op, springen! Gegroet, generaal Meinert. Goed u weer te zien. Leon, pas op! Er staat een kant en trio. Mannen, pak jullie wapens! Rustig, generaal. Dit is Demi. Hij komt ons leger versterken. Een Kanta Tribo die ons leger begint. Wie heeft dat gezegd? De koning. Jamal? Ja, stel je eens netjes voor, jongen. Dit is onrespectvol. Gegroet, raak niet aan, dat modderig ventje. Oké, rustig. Kanta Tribo is een vijand van je NAVA, Leon. Waarom breng je hem hierheen? Waarom brengt Jamal? Is hij een komiek of zo? Ja, dit is de taak die ik heb gekregen. Maar kunnen we misschien eventjes naar een plek toe gaan waar niet iedereen meekijkt en waar we het even rustig kunnen zitten? Even rustig, een kopje koffie misschien? Iets in die richting? Oké, best. Mannen, kom op, door blijven springen. Als ik terugkom, zijn jullie nog steeds aan het springen. Kom op, hop. Oké, pas op dat je niet in die pit valt. Ja, Leon, volg mij. Ik weet, volg mij gewoon, we gaan een mooie... Aan mijn vergadertafeltje zitten. Ja, sorry dat het allemaal zo snel is, maar ja het gesprek ging iets te snel. En ik denk van, ik kom gelijk hier naartoe. Ja. Hoe stinkt die overal naar urine? Tussen die mannen buiten of zo in het zand? Ja... Moet jij zeggen als Kanta Tribo? Oké, neem even gewoon lekker een plekje om te zitten. Of weet je ook niet hoe je moet zitten als Kanta Tribo? Is dat ook al moeilijk? Oké, generaal. Ik weet dat Demi nooit geaccepteerd zal worden in de Black Gate. Want ja, hij is nou eenmaal inboorling. Ja? Ja. Ja, het lijkt mij toch dat hij, ja, tenzij hij de transformatie ondergaat en alles van zijn verleden achter zich laat, dat hij dan pas geaccepteerd gaat worden. Maar ja, ik denk heel eerlijk dat hij hier nooit geaccepteerd gaat worden. Denk je dat hij hier vrolijk kan rondhuppelen als hij van Kanta Tribo afkomt? Dat is net zoiets als dat we Raftagar toelaten in Yennava. Dat kan gewoon niet, Leon. Ja,
Maar ja, ik heb een ander plan. U weet nog wel dat rapport wat ik u vorige week gegeven heb, toch? Over Khaleesi. Over dat Khaleesi, ja. Nou, het blijkt dus dat ze trekken naar Myria om daar onze geheime schatten op te halen uit de bank van Ignavia. En we hebben daar versterking nodig. En we moeten daarom ingrijpen. Dus jij wilt naar Myria gaan? Ja, wat we dan doen... Demi en ik sprokkelen een groepje samen van mensen die hier zich toch nog niet echt fijn voelen, die mij trouw zijn. En dan gaan we gewoon die kant op. Hij zal getransformeerd worden en uiteindelijk de transformatie ondergaan waardoor hij één van ons kan worden. Hoe klinkt dat, Demi? Ja, daar ben ik wel toe in staat, sowieso. Maar ik ga wel controleren of hij die transformatie werkelijk is ondergaan. Want als dat niet gebeurt, dan hebben we hier een flink probleem. Hij heeft zijn trouw gezworen aan de koning. Ja. Ik heb al meer voor de koning gedaan dan menig man hier in de Black Gate. Maar ja, Bart heeft ook zijn trouw gezworen aan de koning en kijk waar dat is achtergebleven. Oké, Leon, ik wens je heel veel succes. Ik zal je wel missen dan, maar ik moet nu met chef de kok naar de soepbar gaan voor wat karaoke. Maar veel succes dan. Oké. Dankjewel, gegroet, generaal Meinert. Demi, voordat wij vertrekken, we moeten een plan maken. We zeggen dus dat we naar Myria toe gaan, maar er is nog één kasteel over wat onbemand is. Oké. Ik weet niet of je ooit van de naam Riverside hebt gehoord in jouw tijden van Kanta Tribo? Nee, dat is veel te ver weg. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het klinkt als een goed plan. Nou, er was dus een gevallen fort tijdens de burgeroorlog, waar, ja, er zaten nog wat mensen. Maar goed, ik denk dat het nou wel gewoon, dat de boeren die er nog leven, dat ze ons wel hun trouw zullen afsferen als ze onze zwaarden zullen laten zien. Maar ja, en dan wil je ze trainen? Wil je ze onze mannen laten worden? Nou, dat kan. Met het groepje wat we meenemen, kunnen we een goed leger met elkaar maken. Oké. Je kan het ook wel een prima accommodatie noemen. Ja, nou ja. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ben nog niet echt ingewijd in de structuur van Yennava. Ik ben hier nog maar net. Oké. Goed. We zullen morgen vertrekken richting Ignavia en vanuit daar zullen we verder reizen.